Als bij hond de diagnose atopie is gesteld, dan komen er waarschijnlijk heel veel vragen naar boven. Wat is de beste behandeling voor mijn hond? Wat moet ik hem te eten geven? Kan hij nog genezen? En moet ik hem wassen of juist niet? Ik ben Jacqueline Sinke, dermatoloog bij het Medisch Centrum voor Dieren Amsterdam. Op onze allergiepolie voor honden behandelen wij dagelijks honden met atopische dermatitis. Ik wil proberen wat van uw vragen te gaan beantwoorden. Daarvoor is het nodig om eerst iets meer te weten over de achtergrond van atopie. Honden met atopische dermatitis hebben een erfelijke aanleg om allergisch te reageren. Het immuunsysteem reageert daardoor te heftig op huisstofmijten bijvoorbeeld, pollenkorrels of op bijvoorbeeld huidschilfers van andere dieren. Behalve een erfelijke afwijking aan het immuunsysteem hebben atopische honden ook een overgevoelige huid. Dat heeft waarschijnlijk te maken met een afwijkende vetzuursamenstelling. Daardoor is hun huidbarrière gestoord. Dat betekent dat het vocht te gemakkelijk de huid uit kan en dat allerlei stoffen zoals allergenen, bacteriën en gisten te gemakkelijk naar binnen kunnen. De erfelijke aanleg van een hond is natuurlijk niet te veranderen. We kunnen een atopische hond dus in principe niet genezen. Maar we kennen wel hele goede behandelingen om de klachten minimaal te houden. Een hond met een atopische aanleg heeft niet altijd evenveel klachten. Dat komt omdat er bepaalde prikkels nodig zijn om die klachten uit te lokken. Bijvoorbeeld de allergenen waarvoor die hond overgevoelig is. Maar dat is niet het enige. Ook bijvoorbeeld een hoge omgevingstemperatuur kan prikkelend werken op de huid, waardoor de hond jeuk krijgt. In de winter is het juist vaak de droge omgevingslucht die de klachten uitlokt. Ook zwemmen is niet gunstig voor atopische honden. En ook interne factoren kunnen een rol spelen, zoals bijvoorbeeld hormoonschommelingen of stress. Om een atopische hond te helpen kunnen we dus proberen uit te zoeken voor welke prikkels hij gevoelig is en proberen die zoveel mogelijk te vermijden. Maar dat is meestal niet genoeg. De meeste atopische honden hebben wel iets extra's nodig om hun allergische reactie te onderdrukken. Hoe gaan we dat aanpakken? De meeste honden met atopie worden behandeld met hyposensibilisatie. Dat staat ook wel bekend als desensibilisatie of immunotherapie. Daarbij worden er onderhuidse injecties gegeven met precies die allergenen waarvoor die hond overgevoelig is. Je kunt ook kiezen voor medicijnen, bijvoorbeeld cyclosporine of prednison. Prednison is meestal een laatste redmiddel omdat het veel bijwerkingen kent. Maar voor sommige atopische honden is het de enige oplossing. Maar met alleen het onderdrukken van de allergische reactie komen we er niet. We moeten ook iets doen aan het herstel van de huidbarrière. Dat kunnen we het beste doen met behulp van omega-3 en omega-6 vetzuren. Bijvoorbeeld in de vorm van een voeder met een verhoogd gehalte aan die vetzuren. Of in de vorm van een voedersupplement. Of in de vorm van een spot-on, rechtstreeks op de huid. Veel atopische honden hebben last van een bacteriële ontsteking van de huid of een ontsteking door gisten. Dat kan worden behandeld met behulp van een shampoo of met behulp van medicijnen. Een dierenarts kan een afdrukje maken van de huid om te kijken wat voor uw hond de beste oplossing is. Wat kunt u nog meer doen voor uw atopische hond? U kunt ervoor zorgen dat hij niet gaat zwemmen in zoet water, maar in zee zwemmen is altijd goed. Zorg er ook voor dat uw hond niet in bed slaapt of op andere plaatsen waar veel huisstofmijten verzameld zijn. En misschien het allerbelangrijkste, ga lekker met uw hond uit en speel met hem. Dat vermindert de stress bij de baas en bij de hond. U kunt dus heel veel doen om het leven van uw atopische hond aangenamer te maken, maar u kunt het niet alleen. Maar samen zorgen we ervoor dat uw hond weer lekker in zijn vel komt.